Ouders en vrienden van de leerlingen zoeken hun plekje in de grote zaal van Concertgebouw De Vereniging. Terwijl backstage de sterren van de avond zich nog voorbereiden. De show wordt vandaag niet gestolen door de 250 leerlingen van het bovenbouwkoor, maar door oud-leerlingen zoals Sven Ratske, die inmiddels internationaal optreedt als cabaretier en muzikant. Het verleden haalt je in, hè? Allemaal anekdotes, allemaal dingen van, oh god, ja, ik was wel een stout kind. Of, nou ja, dus dit komt allemaal weer terug. I let the diva out, oh, let her out, she's screaming inside of me. Let me free, let me out. Het Karel de Grote College is een broedplaats voor creatief talent. Naast Ratske zijn er vanavond ook optredens van onder meer oud-leerlingen Klaar Schouwenaar, Tenar van Koten Niekerk en Joep van Geffen. Naast natuurlijk het huidige bovenbouwkoor. Nou, we zijn een school waar echt heel veel aandacht is voor kunst en cultuur. Dat kan je ook zien. Dit is onder andere de kooruitvoering. Maar zo hebben we ook een dansuitvoering en een toneeluitvoering. Je hebt al aardig wat ervaring opgedaan. Dan kom je hier en dan zie je eigenlijk je oude leraren weer. Ja. Maakt dat dan toch nog een beetje nerveus wat ze nou, vinden? Nou, het grappige is dat zij nerveuzer zijn dan ik. En de rollen zijn natuurlijk omgedraaid. Want nu heb ik het voor het zeggen. En ik hoef geen u meer te zeggen tegen hun. Nee, dus dat is heel erg leuk. En er zijn natuurlijk ook een aantal leraren die in mij eigenlijk van begin af aan volgden. Toen ik nog echt, weet ik, voor 15 mensen speelde, waren daar 5 leraren, oud-leraren van. Je hebt straks een heel koor van leerlingen achter je, komen van dezelfde school af. Wat zou je hen eigenlijk nog mee willen geven? Het bloed kruipt waar het niet kan kruipen, of waar het moet kruipen, dus het gaat toch. Dus ga daarvoor, dat is eigenlijk. Doe dat!